De komende maanden gaat Politiek Den Haag voor het eerst in 13 jaar proberen om een kabinet te vormen zonder de heer Mark Rutte. Met de laatste peilingen zal ook de samenstelling van de Tweede Kamer toch wel drastisch gaan veranderen. Zal het anders gaan zonder Rutte, met misschien wel alsnog een nieuwe bestuurscultuur? Of maakt het vertrek van één poppetje eigenlijk toch niet zo heel veel uit? Dat ga ik bespreken met Gerdy Verbeet. Zij was van 2006 tot 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. Natuurlijk lid van de PvdA. Goedemiddag, mevrouw Verbeet. Goedemiddag. En hier in de studio Donatello Piras, debatdeskundige, niet verbonden aan een partij. Job. Maar wel gestemd natuurlijk, Donatello. Nou, ik ga hierna. Oh, je gaat ja, ik ga hierna. Oh, okay. Ja. Hij zit in mijn tas, mijn stempas. Heel goed. Ja. Wat denken jullie, zal het uitmaken dat Rutte niet meer mee onderhandelt, mevrouw Verbeet? Ja, ik denk dat dat wel uitmaakt, hè, omdat hij natuurlijk ervaring heeft en sfeer heeft. Het wordt anders, het wordt gelijkwaardiger, maar het zijn allemaal verstandige mensen die er in ieder geval op afstand allemaal een keer bijgezeten hebben. Dus het zal het ook wel weer meevallen. En op welke manier denkt u gelijkwaardiger dan? Nou, weet je, de mensen die nu deelnemen zijn eigenlijk meer aan elkaar gelijk wat betreft ervaring met dit soort onderhandelingen. Ik denk dat de meeste ervaring nog bij de partijleider van de PVV zit. Die heeft het vaker gedaan. Ja, maar die mocht niet heel vaak mee onderhandelen, geloof ik. Hè, de afgelopen goed, langer al denk ik dat hij in Den Haag zit. Ja, en ook in de rol van assistent, hè, van Bolkestein heeft hij ook veel meegemaakt. Dus die is buitengewoon ervaren. Maar dat geldt ook voor Frans Timmermans. En Rob Jetten is natuurlijk ook geen onbeschreven blad. En dan hebben we nog Pieter Omtzigt. Die heeft natuurlijk ook al heel veel onderhandelingen van enige afstand. Mm-hmm. Maar toch ook meegemaakt. Dus en zijn team, Eddy van Heijem, die weet er natuurlijk ook best wat van. Nee hoor, dat valt reuze mee. Moeten mensen zich niet zorgen over maken. Nee, Donatello, wat denk jij? Hoe anders wordt het zonder Rutte aan de onderhandelingstafel? Ik denk dat het vooral afhangt welke partij de grootste wordt vanavond na 9 uur. Hè. Als dat wederom de VVD zou zijn, ja, dan krijg je natuurlijk iets meer van hetzelfde van Rutte. Ondanks dat Rutte er niet meer is. Ik vond de stijl van Dylan Jesselgus in de afgelopen campagne nou niet zo radicaal anders dat ik een nieuwe bestuurscultuur daarin heb ontdekt. Kijk, als andere partijen, zoals bijvoorbeeld GroenLinks Partij van de Arbeid, de grootste worden, heb je een andere cultuur. Timmermans zit al lang niet in Den Haag, heeft wel veel ervaring. En dat betekent dat je iets anders mee gaat krijgen. In ieder geval in de onderhandeling voor de formatie. Ja. Dat betekent iets anders dan hoe er straks gedebatteerd gaat worden in de Kamer. Want dat zijn twee verschillende zinnen. Precies, daar gaan we het zo ook over hebben. Eerst die formatie. Dat gaat natuurlijk volgens volgens mij een vrij strak protocol, toch, mevrouw Verbeet? Dus dan vraag ik me ook af, hoe belangrijk zijn de poppetjes eigenlijk als je toch eigenlijk alles van dat protocol moet hebben? Nou, kijkt u, het is natuurlijk degene die de grootste uitslag heeft, hè, dus het meeste aantal zetels in de nieuwe Kamer heeft, die krijgt in deze tussenfase die er nu is, want de nieuwe Kamer wordt pas over een dag of 12 benoemd, die krijgt waarschijnlijk de uitnodiging om een voorstel voor een verkenner te doen. Mm-hmm. En wat heel belangrijk is, en dat is op zich uitgesproken in de Kamer, dat men het ook wil, maar het staat nergens in een wet, is dat je vastlegt op welke momenten zo'n verkenner of later een informateur ook moet rapporteren. Dat is de vorige periode echt misgegaan. En dat moet deze periode natuurlijk wel goed gaan. Dat moet je niet een tweede keer doen dat het een jaar duurt. Nee, want dat was inderdaad ook, hè, het ging geloof ik de afgelopen keer met een hele hoop briefjes steeds over de voortgang tussendoor. Er stond niet zo heel veel in. We zijn er nog niet uit. Duurt nog even. Ze moeten echt, na iedere fase moeten ze echt degene die dan het voortouw gehad heeft uitnodigen om in de Kamer verslag te doen. Ja. Ik denk wel dat men elkaar moet gunnen wat meer dingen geheim te houden. Behalve natuurlijk de eerste ontmoeting met de verkenner. Net als vroeger de eerste ontmoeting met de koning. Tussen aanhalingstekens, het was in die tijd nog een koningin. Daar schreef iedere fractie ook een brief wat de inhoud van hun advies was. Ja. Maar om die brief heen werd er natuurlijk ook altijd wel wat gepraat. En ik denk dat het belangrijk is dat je in zo'n gesprek ook bevraagd wordt op wat de wil is, wat je wil tot samenwerking is. Als de wil er niet is om eruit te komen, dan kun je als verkenner of als informateur nog zo hard aan een dood paard trekken. Maar dan gebeurt het niet. Dus iedereen moet de kans krijgen. En daarom heb je ook toch wel een paar dagen van cooling down nodig na verkiezingen. Om even zijn zinnen te verzetten en de realiteit van de dag te wennen. Ja, en als je kijkt naar hoe de campagne begon, dat was matig. Hij is best heftig geëindigd. Dat betekent dat in de debatten de politiek leiders echt hard geclashed zijn. En
alles hangt af van die poppetjes. Als je terugdenkt aan Balkenende en Bos. Ja, die hebben heel lang de tijd nodig gehad om überhaupt er samen persoonlijk uit te komen. Het is nooit helemaal goed gelukt. Nou, u zegt het. Precies. En dat betekent dus, als je nu gaat kijken naar de verhoudingen, echt veel zal echt afhangen van wie de grootste wordt en wie gaat dan met wie. En dat klinkt natuurlijk heel vervelend. Ja. Dan gaat het weer om die poppetjes. Maar die zijn wel degelijk heel belangrijk in die eerste dagen van zo'n formatie. Als dat partijen zijn die graag met elkaar willen, kun je er ook zo uit zijn. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de sfeer waar we het dan over hebben. En de cooling down, die mevrouw Verbeet al benoemde, daar hebben ze echt even de tijd voor die formatie. Wie er wat minder tijd heeft, is natuurlijk die nieuwe Tweede Kamer. Want die wordt op 6 december geïnstalleerd. Dan zullen we ook een nieuwe voorzitter nodig hebben, mevrouw Verbeet. Zeker, dat is altijd de eerste beslissing van een Kamer na verkiezingen, is de keuze van de voorzitter. En dat moet natuurlijk een voorzitter zijn die een goed representant is van de parlementaire democratie, die echt een gedragen wordt door de hele Tweede Kamer. Ja, kan het ook iemand zijn die net nieuw binnenkomt? Of heb je echt iemand nodig die er al langer in zat, mevrouw Verbeet? Nou, ik zat er ook niet zo heel lang in, hè, toen ik voorzitter werd. Ik had wel wat langer in de rol van politiek assistent meegelopen, maar ik was eigenlijk pas een kleine 6 jaar Kamerlid. En ik vond het toen in het begin best moeilijk, want ik had nooit een regeling van werkzaamheden. Of nooit, maar niet echt vaak deelgenomen aan een regeling van werkzaamheden. Dus dat vond ik nog wel een uitdaging. Dus ik hoop dat er voor de nieuwe voorzitter, zeker als hij wat korter in de Kamer heeft gezeten, een heel goed onboardingsprogramma klaar ligt. En u gaat natuurlijk, neem ik aan, geen namen noemen waarvan u denkt van dit zou een goede zijn? Dat had u heel goed begrepen. Ja, dat dacht ik al. En Donatello, jij durft dat natuurlijk wel aan. Ik zou het aandurven als er bij mij meteen usual suspects zouden opborrelen. Maar er is er één, en dat is Bosma van de Partij voor de Vrijheid. Ja, die het nu al vaak heeft die gedaan. Die het wat mij betreft ook zeer kundig doet. Hij is wat mij betreft een van de beste. Alleen, ik denk dat, en je moet ook, los van dat je het technisch goed moet kunnen, ben je ook de primus inter pares van 150 anderen, van 149 anderen in dat geval. En dus moet je draagvlak hebben. En de grote vraag is, heeft hij draagvlak bij een heleboel partijen, waarbij de PVV natuurlijk, nou ja, qua gedachtegoed heel ver afstaat. En mijn antwoord daarop is denk ik nee. Nou, dus wat dat betreft is het misschien niet zo'n usual suspect. Als je en daarna is er dan een hele tijd niets qua ervaring. En misschien is dat maar goed ook. Want dan krijg je misschien een nieuw iemand. En dat gaat heel erg bijdragen aan een nieuwe vergadercultuur. Want die kan ook zijn of haar stempel weer drukken. Nou, laten we het daar inderdaad eens over hebben. Als op 6 december die nieuwe Kamer gaat zitten. Er is de afgelopen jaren heel veel gezegd over de bestuurscultuur, de manier van vergaderen, heel erg op de man. Wat denkt u, mevrouw Verbeet? Is het mogelijk dat er echt iets wezenlijk verandert, nu er heel veel nieuwe poppetjes binnenkomen in Politiek Den Haag? Of denkt u, tja, dat is toch niet zo makkelijk? Nou, dat zou een kans kunnen zijn. En ik hoop ook dat ze die benutten. En bijvoorbeeld door ook elkaar ook wat rust te gunnen van tijd tot tijd. Ik ben eigenlijk het meest ongerust over al die Kamerleden die tussentijds toch min of meer overwerkt thuis zaten. Want het is gewoon echt een zware klus. En door Teams en door alle sociale media stopt het eigenlijk ook nooit meer. En ook een Kamerlid is een mens die af en toe even uit moet staan. En je kunt niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar altijd aanstaan. Nee. En dat zouden ze met elkaar goed moeten afspreken. En verder natuurlijk, ja, dat heb ik ook 100 keer in mijn, of 1000 keer misschien wel in mijn tijd gezegd, niet op de man spelen, maar op de bal spelen. En ik vond de campagne eigenlijk heel mooi beginnen. Maar uiteindelijk, en de kiezer is daar ook een beetje dubbel in, want men vindt eigenlijk dat gekibbel niks, maar uiteindelijk vindt men het ook wel weer reuze spannend als ze het wel doen. Maar het zou veel beter zijn als men elkaar zakelijk en respectvol bejegende. En dan kun je nog heel duidelijk verschil van mening hebben over de oplossingen. Ja. Donatello, wat denk jij? Is het mogelijk om die bestuurscultuur in die Kamer in elk geval te gaan veranderen? Ja, maar zoiets kost natuurlijk, hè, net zoals dat het in een bedrijf tijd kost. Hè, de cultuurverandering, daar wordt ongelooflijk veel over vergaderd. Er zijn heel veel vergaderingen en congressen en strategieën over. Maar het probleem is natuurlijk dat die heersende cultuur heel erg wordt bepaald door de mensen die er zitten. Nou, die gaan we een beetje wijzigen. De Precies. politiek leiders. Daar is ook ongeveer de helft van gewijzigd. Dus die staan op groen. Maar het heeft ook te maken met de mores, de cultuur die er nu al is. Ja. En die wordt overgegeven. En laten we ook niet, wij hier, de media, laten we die ook niet uitvlakken. Hè? Want de manier waarop er verslag wordt gedaan van de politiek, dat is niet ineens veranderd. En dat heeft ook een enorme invloed van hoe Den Haag
Den Haag wordt. Ja, maar ja, aan de andere kant... Dat is echt waar, want nou, ik vind dat een heel belangrijk punt wat u maakt. Want er werd mij wel eens verweten door een collega. En dat was vrij lang geleden, dus toen was het ook al zo. Jij zegt nooit iets onaardigs over iemand. En we kunnen niks met die dingen die jij zegt. En dat is eigenlijk niet goed, dat men quotejes loopt te verzamelen die toch eigenlijk een beetje een karakter van roddelen hebben. Ja, maar mevrouw Verbeet, u maakte het net heel concreet door te zeggen, gun elkaar rust, daar zou je afspraken over kunnen maken. Donatello, zijn er nog andere dingen? Want je moet uiteindelijk iets concreets afspreken om te zorgen dat er iets verandert. Ja, nou, het tweede wat ik heel belangrijk zou vinden is dat men bij alle behandelingen van wetsvoorstellen begint bij de grondwet. En dat vind ik een van de aardige voorstellen die ook in het programma van Pieter Omtzigt zitten, dat hij zegt, je moet eigenlijk een commissie hebben die kijkt naar hoe verhoudt zich dit wetsontwerp met de grondwet. En dat kan veel sneller dan ontwikkelen in de richting van een constitutioneel hof. Dat duurt, voor 10 jaar verder. Ja. Dus ik zou heel, heel goed vinden als de Kamer de grondwet meer als uitgangspunt voor zijn beslissingen neemt. Ja, en tegelijkertijd, we hebben straks, vrees ik, veel meer versplintering dan we nu al hebben. En dat betekent dat al die partijen gaan toch ook weer proberen om hun stempel erop te drukken. Dus het zal, vrees ik, de heigerigheid niet per se afremmen. Dus daar ben ik wat sceptischer in. Maar het zou best wel kunnen betekenen dat die nieuwe politiek leiders en ook heel veel nieuw bloed in de Tweede Kamer, dat iets van een nieuwe bestuurscultuur teweeg zou kunnen brengen. In ieder geval qua toon. Ja, wil ik nog één what-if aan jullie allebei voorleggen. Het zou kunnen dat de PVV vandaag de grootste wordt. In de peilingen zijn ze razendsnel gestegen. Dat zou maar kunnen. Hoe verandert dat de verhoudingen in de nieuwe Tweede Kamer? Wat denkt u, Gerdy Verbeet? Nou, dat zal natuurlijk zeker veranderen als er zo'n groot smal deel binnenkomt. Ik heb het toen vergelijkbaar een beetje meegemaakt met de komst van de LPF. Toen was Fortuyn vermoord en dat leverde toch uiteindelijk een hele grote fractie op van de lijst Pim Fortuyn. Ja, dat verandert. Je krijgt om te beginnen een enorme verhuizing binnen het gebouw. Dus iedereen moet naar andere delen van het gebouw toe. En het verandert ook het klimaat in de Kamer. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat de grootste partij ook altijd tussen aanhalingstekens de kabinetsformatie wint. Ik kan me nog herinneren dat Joop den Uyl in tweede instantie, na de eerste kabinet den Uyl, wilde die graag door. Hadden we maar vannacht. toen hadden we wel de verkiezingswinst, maar niet de winst in de kabinetsformatie. Dus je weet niet, de komende maanden is gewoon spannend degene die wint, want dat geldt voor alle partijen. We hebben 4 partijen die in principe vanavond kunnen winnen, als grootste uit de bus zouden kunnen komen. Voor allemaal geldt dat ze dan nog het proces van formatie in moeten. En dat ze, voor hen hoop ik, voor iedere partij apart hoop ik, dat ze dat dan ook winnen. Ja, het wordt een spannende avond en een spannende tijd. Dank jullie wel, oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet en debatdeskundige Donatello Piras. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.